Zo. De volgende klant. Nou, dat is er ook één, hoor. Die heeft ook een hele geschiedenis achter de rug in Ermelo. Ook op voetbalgebied, maar hij had ook een prachtige baan. En daar gaan we hem eens even over bevragen. Een Jan Dooijewaard. Ze noemen hem ook wel Jan Licht. Dat is niet te geloven. Kijk, daar staat hij. Natuurlijk, bij de dorpskamer. Ja. Altijd bezig. Enorme bezige bij. Altijd de boel schoonhouden op de terrassen van de dorpskamer. Goedemorgen. Goedemorgen Jan. Welkom jongen. Rij mee met DVS TV. Zo. Hè? Wat dan doen we mee? Ja, prima. Hartstikke goed. Ja. Nou, gewoon even een eindje hier. Ja. Beetje het buitengebied. Altijd vaak hobbelig en zo, weet je wel. Maar goed, het zij zo. Jan, alles goed met je? Buitengewoon. Ja? Prima. Gezond en wel? Nog steeds gezond. Jouw credo is als je maar gewoon bezig bent en aan het werk bent. Dan ben ik best in met de vrouw buiten. Mooi. Ja. Goed zo. En dan natuurlijk niet vergeten te sporten. Hè? Niet vergeten te sporten, inderdaad. Dat is heel belangrijk. Ik zie ze nu dan joggen. En je kiept nog steeds, hè? En ik kiep ook nog steeds. Ja. Wil ik ook nog een jaartje volhouden. Ik denk dat ik mijn 75ste en dan denk ik dat het wel genoeg geweest is. Tot je 75ste? Ja, denk ik. Je bent nu? 74. 74. Nou, dan ben je toch nog maar 5 jaar ouder dan ik. Ik dacht dat je nog iets ouder was. Nog iets ouder, ja. Nou, ja. Jij wordt ook ouder. In mijn jeugdtijd, dat was jij een van mijn idolen, Jan. Dat zal ik je even vertellen, hoor. Ik ging altijd stiekem, want eigenlijk mocht het niet van mijn vader. Zondag, ja, ging op zondag naar volgende zondag. Ja. Dat was wel jouw beste voetbal. Dat was mijn beste tijd, ja. Ja, hè? Daar ben ik ook geselecteerd uit diverse elftallen, hè? Ja. Daar vandaan. Ja. Terwijl ik DWS daar ook wel geselecteerd ben. Ja. Ja, want jij bent nog geselecteerd voor het districtselftal of zo, of niet? Utrecht elftal, Nederlands amateur elftal en Olympisch elftal. Allemachtig, Jans. En toen nog een paar oefenwedstrijden gespeeld voor FC Utrecht. Ja, wat nou wat DOS was, hè? Ja. DOS. Jeetje, ja, dus ik was niet voor niks trots op je. Dat begrijp je wel, hè? Want ik heb echt genoten van je spel. Ik was ook 3 keer in de week naar Zeist, hè? Ja. Trainen. Waar kwam je het beste tot je recht? Op het middenveld of in het begin de laatste man. Maar in de district zelf heb ik altijd links of rechts half gespeeld. Ja. Toen het zo, weet je wel. Jij was ook een hele slimme voetballer, vond ik. Ja, ik positioneel goed. Ik zeg met inzicht dus je voetballen, met verstand zeggen. Ja. Dat was belangrijk. Ik was helemaal niet snel of zo. Ja. Dus. Met wie kun je je nu het beste vergelijken van het eerste, zeg maar? Met nu? Ja. Ja, het is een heel moeilijk vergelijken, omdat ze niet met de laatste man spelen meer. Hè? Ja. Vroeger had je echt een man erachter, die hield je bek ervoor. En, ja. En je kon veel vaker buiten spel zetten. Ja. En dat besliste ik uiteindelijk. Ja. En dan zei ik op een gegeven moment, ik bleef erachter. En als ik instapte, dan stond er geen mens meer achter mij, dat wist ik. Ja. En dan stond ze buiten spel. En dat instappen was heel belangrijk. Met buiten spel zetten is heel belangrijk. Maar dat zie je tegenwoordig niet zo gek veel meer. Nee. Omdat ze ook met 2 centrum verdedigers achterin spelen vaak, hè? Ja, ja. Dus, ja. Hey, en Jan, morgen dan ben je erbij natuurlijk, ja, of niet? Ja, morgen gaan we kijken. Oh, dat wordt verwachtingen zijn natuurlijk wel heel hoog gespannen, ja. maar het is niet om het een en ander. Ik heb ook met DVS altijd goed gevoetbald en ook. Maar deze uitslagen heb ik nooit meegemaakt, hoor. Nee, hè? Die ze nu presteren. En dan op ook, dit niveau? En ook op dit niveau en met goed voetbal, hoor. Nou. Echt waar. Mooi, hè? Daar kun je dus wel van genieten. Ja, dat is echt. Weet je wat het is? Er is niet één man gevaarlijk, maar er lopen 3 of 4 in de voordeel die er levensgevaarlijk zijn. Ja. Ja. En dat vind ik een groot voordeel. Ja, ik denk dat die groenen al aan het bibberen zijn. Ja. Zegt mijn gevoel. Ik ben alleen bang. Als DWS geen doelpunt maakt, dat het dan wordt het weer een wedstrijdje van misschien 1-0 of 2-1 of 2-1. Ja. Als DWS vlot 1 of 2 goals maakt, ja. Dan wordt het weer 6-0. Ja, dan is het klaar. Dan wordt het gatenkaas. Ik ben bij de eerste wedstrijd van Vocht geweest, Eemdijk-Vocht.
was ja. De eerste competitiewedstrijd. Ja. Toen ben ik weer één dijk vol geweest te kijken. Toen heb ik gelijk gezegd, het zijn twee degradatiekandidaten. Ja, hè? Hé, hey, maar twee kinderen, hè? Jan? Of niet? Ik heb twee kinderen. Ja, hè? Een dochter en de zoon. En dat is niet niks, hè? Antoinette kan wel een aardig potje tennissen. Die kon leuk. Ja, die kan nog wel leuk tennissen. Ja. Die tennissen. Ja. Ja. Die gaat goed? Carrière? Heel goed. Ja, ja, heel goed. Ja. Die heeft bij Albert Heijn in de Zaanstad op het hoofdkantoor de inkoop van diepvries over heel Europa. Ja? Zo. Dus van de week is ze weer naar Parijs geweest met ik weet niet hoeveel mensen er waren. Het zit er toch wel in, een beetje dat ondernemerschap. Dat met, natuurlijk met je zoon ook, met Jan. Jan ook, die wou ook niet verder leren. Die had wel de hele hoog gehaald. Maar ja. Die wou maar de horeca in. Dat was helemaal ideaal. Ja. Dus, en hard werken, hè? Keurnijter. Ja, hè? Maar ja. Ja, soms een beetje te veel geluid maken, hè, volgens sommigen uit de buurt. Gun, nonnen nog eens aan toe. Hebben we eindelijk eens een keer zijn we Harderwijk voor. Och, wat festiviteiten betreft. Vreemd, die komen allemaal naar ons toe. Ja. En dan krijg je dat gezeik. Ja. Ja, inderdaad gezeik. Ja. Zijn pissers. Het zijn maar een paar mensen, hoor. Want tegenover stonden weer zoveel aantekeningen. 1500. 100 die ervoor waren. Ja, ik heb ook getekend. Dus, natuurlijk. Wat zeg ik, zomer, die avondmarkt er ook in doen. Het is van 9 tot 11 uur. Het is mooi, het is mooi weer. Ja. Kinderen hebben vakantie. Ja. Jongen, maak je erger druk. Ja, het is niet. Maar wij dachten dat het onder andere ook bij Albert Heijn vandaan kwam. Die mensen daarboven, hè? Ja, ja. En daar komt helemaal niks vandaan. Nee. Ik heb daar een appartement gekocht. Ja. Boven Albert Heijn. En die mensen spreken. En ze zeggen, wij horen helemaal niks. Ja. Dat is zo goed geïsoleerd en alles. Dus daar komt het niet vandaan. God. Maar jullie weten ook niet waar het wel vandaan komt? Ja, daarbij. Ongeveer vermoeden. Dennerlaan, die kant een beetje op daar achter de molen. Ja. Daar zit het. Maar die spelen het spelletje ook niet leuk, want die gaan de handtekening nog ophalen en zeggen: teken even 3 keer. Ja, ja dat. Ook dat nog. Ja. 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 Maar, ja. Wij hebben de burgemeester mee, hè? Ja, hè? De burgemeester die is voor die evenementen. Ja. Ja, die wil helemaal op de kaart. Hij zegt, ik mag zo vaak vergunningen uitschrijven van zoveel evenementen per jaar. Ja. Hij zegt, het is wel een bekend adresje. En dit is hier woont Jan. Ja, hier is Jan. Ik wil ook de tuin ook nog allemaal bijhalen. Ja, echt? Ja. 2000 vierkante meter gras. Dus je verveelt je voor geen meter? Nee, nooit. Hè? Nee, nooit. Nee. Dan kan zometeen altijd plat, jongen. Helemaal doodziek van. En het is toch ook een werkelijk een fantastische plek waar die jongens zitten. Begonnen zijn, hè? Ja, als je weet zelf wat er stond. Ja. Die bomen en eerst proeflokaal de tijd. Dat weet ik nog wel. Dat vierde ik mijn 50ste verjaardag. Ja, en er was alleen maar een gat waar je heen kon zitten. Ja. Met 2-4 stoelen erin. Ja. Daar hebben ze wel heel wat moois van gemaakt, hoor. En dan van Sprang er ook nog een keer bij. Hartstikke idee. Wat een ondernemers, hè? Ja, dat is knap, hoor. En Robert ook, hè? Heel trots op zijn. Ja, tuurlijk. Robert niet te vergeten. Niet te vergeten, want die... Maar echt mooi. Die is economisch misschien niet minder, maar organisatie en dergelijke. Ja. Is die heel goed, hoor. Ja, want die keuken, dat is natuurlijk het centrale gedeelte. Ja, dat zijn gedeelten. En alles onderzoeken, nakijken. Ja. En natuurlijk ontzettend veel steun van het internet vandaan. Goed, maar dat neemt ook gebruik van. Hè. Ja. En altijd veel, zijn nog vaak op pad naar andere zaken gewoon kijken. Hè. Gewoon kijken hoe het andere doet en ze horen dit, ze horen dat. Ja, dat hoort er ook allemaal bij natuurlijk. Hè. Dat hoort er allemaal bij. Het is niet alleen maar met klanten. En je ziet ook bij de keuken hoe het werkt allemaal. Alles op schermen en alles. Ja. Als ze voor aanstaan, dan komt in de keuken op schermen binnen. Maar weet je wel, wat groen is moet eerst, of wat rood is moet laatst. En wat geel is moet heel vlug, zulke dingen. Ik heb altijd geleerd, wat groen is moet gemaakt worden. Ja. Dat is weer wat anders, Jan. Ja. Ja, hè? Even kijken, waar ben ik hier? Als je rechtsaf komt bij de horst, bij horst. Helemaal, ik ga mooi linksaf. Dan gaan we weer een beetje richting het dorp. Dan gaan we richting de oude Nijkerkerkweg, waar we begonnen zijn met voetbal. Ja, zo is dat. Ja. Ja, dat zeg ik, uiteindelijk ben ik nog bij EFC begonnen. Ben je? Ja, ik was 15 jaar, 14, 15. En toen voetbalde EFC langs het spoor bij Bunschoten. Ja. Hebben daar, maar dat kwam zo. Mijn vader was altijd
vriend met Jaap Sliep en ja. dergelijke, weet je wel. Ja. En Wiedenhof, ja. de oude Wiedenhof. Ja. En die begonnen toen met EFC. Ja, toen zei mijn vader, die mag daar. Maar ja, ik heb er nog geen half jaar geleden, want ik had natuurlijk heel niet aan mijn vrienden en dergelijke, aan mijn DWS. Ja, tuurlijk. Dus ik had het heel niet naar mijn zin. Ja. Dus toen was ik 14, 14, 15. Toen ben ik weggegaan ja. en toen heb ik gezegd, nou, en nou ga ik naar DWS. Ja. Nou wil ik naar DWS. En toen heb ik nooit in de jeugd gevoeld. Toen ben ik van 15e, was ik gelijk met Henk Grossman. Ja. Ben ik in derde gevoeld. Ja. Vier wedstrijden voetbal en toen ben ik naar de eerste. God, en dan ben ik nooit eruit. En dan ben ik nooit in de A-junior gezeten. Nee, niks. Ik heb helemaal geen jeugd, helemaal nooit nergens in gezeten. Want toen in de A-junior zaten gewoon Joop Bakker. Joop Verzoelen, mijn kameraden, Jan Kwiest ja. en dergelijke. Die zaten allemaal in. Peter Verbeek. Ja. Die zaten allemaal bij de A-junioren en dergelijke. Ja. Maar daar heb ik nooit in gezeten. Nee. Klaas Verdierme, Jan Vlijm en dergelijke allemaal bij die A-junioren. Ja. Maar ik ben gelijk in de derde gegaan. Heb ik vier wedstrijden gespeeld. Met Egbert Vossenbelt, dat weet ik nog wel. Egbert Vossenbelt, ja, die heb ook nog gevoetbald. Ja. Schaatsen kon hij beter schaatsen trouwens. Schaatsen kon hij helemaal beter. En mountainbike kon hij ook. En nu zijn kleinzoon, Thomas Vossenbelt. Thomas, allebei. Bij de Groene? Eén bij de Groene en de ander bij... Almere, hè? Bij FC Almere. Ja. En is hij nog goed op? Dat is hij goed, ja, dat is goed. Die is goed. Die jongen is goed, ja. En Thomas had een beetje pech gehad met zijn knieën, met zijn Achillespees. Die zit nou bij VOG, hè? Ja, 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 ja. Maar die heeft ook wel betaald voetbal gespeeld, toch? Alle twee geloof ik, ja, of niet? Ja, ja, ja. Ja, ja is... zeker. Maar, ja, ik ben benieuwd. Nogmaals, morgen. Morgen, ja. Wow, daar gaat het erop. Heb jij iets wel vernomen vanuit Harderwijk, hoe ze er tegenover staan? Ja, weet je... Links of rechts? Kijk... Ik weet van Henny in het Hof, die ja. wil natuurlijk. Die is gebrand. Die valt zijn geloof niet af. Nee. Ik denk dat hij op dezelfde manier gaat spelen zoals hij toen. Die laatste competitie heb ik niet gezien. Wat is dat zonde geweest? Dat was toen heel compact, weet je wel. Anders hadden we al de hoogste divisie gehad. Ja. Ja. Weet ik zeker. Die nakomt die zuigen gewonnen. Scheveningen wonnen en weet ik wie. Ja. En daar wonnen wij allemaal van. Maar het is ongekend hè, wat er bij DVS nu eigenlijk allemaal gebeurt hè, op sponsorgebied. Niet te geloven. Je zou bijna zeggen dat het gaat vanzelf. Dat we Harderwijk en Sparta en Nijkerk toch voorbij gestoven zijn. Dat ze zelfs in Spakenburg zeggen van wat gebeurt daar in Ermelo. Ja, maar nou krijg je... Je wint vijf keer met grote cijfers, hè? Ja. Vier, vijf keer. Ja. Nou gaan ze aan die top gaan ze eens kijken. Jongens, wat is er Ermelo aan de hand? Er lopen een stelletje voetballen die doen scoren aan de lopende band. Ja. Dus je krijgt nou mensen natuurlijk die op de tribune gaan zitten. Ja. Voor bepaalde spelers. Ja, dat is wel zo. Dat krijg je, onherroepelijk, weet ik zeker. Ja, goed, die Romillon die heeft natuurlijk al wel eens een keer stage gelopen. En... Er zijn er bij als stage net wat je eruit redt. Ja, Eagles en zo. De Ruiteret als stage gelopen. Maurice, die kennen ze natuurlijk ook wel. Ja, dus daar gaan ze niet meer achteraan. Daar hoef ik niet bang voor te zijn. Nou, Barry Powell die is de oud ervoor. Ja. Maar Lars Dekker bijvoorbeeld, dat is bij Roda. JC Roda, die keek naar Lars Dekker. Ja, voetballen. Ja, zeker. Ik sprak die oud trainer die nu voorzitter is bij Roda JC. Die was wel gecharmeerd van hem, hoor. Ja, voor mij hoeft het niet, maar ja, goed, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel leuk. Voor die jongen, ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb getraind onder Jos Kessler, Sim Plooijer en Jan Zwartkruis en Jan de Rijk. Allemaal. Oh, leuk. Heb ik alle vier gehad. Ja. Nou, dat is het mooiste van, als je uitnodigen. Ja. Dan, als jonge jongen zijnde. Blijf ik eerlijk wezen. Jan Zwartkruis was Jan heel aardig. Ja. Heel aardig, hè? En hij, George Kessler was echt zo'n Deutscher. En Sim Plooijer en Jan de Rijk. Ja. Die was toen bij ACV, die trainde district Utrecht. Ja. En die was, oh man, dat zal ik ook nooit vergeten. Jan de Rijk ook een fijne trainer. En Sim Plooijer ook, hoor. Ja. En er komen van EFC wel meerdere spelers, hè, die bij DVS toch wel furoren hebben gemaakt. Sander Manli, Herman Kok. Ja, Herman Kok was een goede voetbal. Dat was ook een mooie lichting, Jan. Als je een beetje kan voetballen, dan blijf je niet bij EFC natuurlijk. Dan ga je naar DVS. Ja. Je zoekt toch de hoogte. Dat is vrij logisch. Ja. Dan kom je nooit verder, joh. Hey, maar waar je nu mee voetbalt, hè? Welk elftal is dat? Dat was het tiende, dus nu het elfde geworden. Ja, ja. En we noemen eens een paar namen. Robert Jonk, Paul Middelbos. Die jongens allemaal. Harry Tempel, Van
Berger, die jongen van Andries Berger. Paul Middelbos, de Shawnee Davis van Ermelo. Ja. Ik heb tegen Paul geschaatst. Toen waren we allebei nog jong. Hij was net van de MAVO af. En hebben we echt een sprint. Had je van die sprintwedstrijden op de Kano 5? Ja. 200 meter of zo, weet je. Paul, ja, Paul was... Die was snel, je wordt niet Paul, te geloven. Die, als het zo gauw de wind een beetje schaatsen is, gaat Paul gaat weer de ja. dingen op, hoor. Ja. En Martin Bergma zit erin, Henk Wouter zit erbij, Arjan Vis zit erbij. Oh, man. En, dus de derde helft is dan wel verzekerd. De derde helft is raak natuurlijk. De derde helft is wel raak. Dacht ik. Jan van der Vlis zit erbij. Ja. En zeg ik die. Maar en dat de, zeg de ik, jonge Jan, hè? Dus, de jonge Jan. Ja, want die oude Jan die maakt niet heel veel meer. En ze hebben een jonge keeper erbij, hè? Dus ik keep niet alle wedstrijden bij wijze van spreken. Ja. Als het toestand. Zoals vorig jaar wouden ze kampioen worden. En toen hebben die aan die jongere keeper, die jongen is, hoe oud is hij? 1, 22, 23. Ja. Die heeft toen de meeste wedstrijden gekeept. Ik heb de laatste twee wedstrijden gekeept. Kijk, mooi, hè? Ja, dit is we zijn er alweer bijna, Jan. Ja, we hebben weer een leuk. Zo weer 25 minuten, het is niet te geloven, weer, snel, hè? Maar blijft de tijd, hè? Ja. En je lult lekker achter elkaar door. Ik hou er wel van. Ja, je moet. Dat is wel een vereiste natuurlijk, hè? Je moet er niet stilvallen. Je moet hier niet stil in de auto gaan zitten, hè? Oh, zo is dat. Nou, gaan we even koffie drinken. Oké, we gaan een lekker bakje doen. Ja. Jan, jij gaat er eerst even uit. Ik ga nog even het afsluiten. Ja. Hey, bedankt. Ja. Helemaal top. Top. Kunnen we dat zo terugzien op de tv, hè? Ja, zo is dat. Ja, en die komt er gauw op. Ja? Hé, Jan, tot zo. Ja. Bakkie. Oké. Okay. Jongen, jongen, dit was het weer, hoor. Wat een woordenstroom, hè. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat kun je daarvan genieten? Ja, rij mee met DVS TV.